Dit was de barrelbus ongeveer 1 maand geleden. En zo ziet de wagen er nu uit. Na weken klussen, timmeren en verven is het vrachtwagentje van Wubbo en Samuel, twee ex-daklozen, bijna klaar. Klaar om over 10 dagen de Barrel Challenge richting de Noordkaap te gaan rijden. Het oude vrachtwagentje uit 1996, dat ze op de kop hebben getikt, wordt vandaag voorzien van stickers van sponsoren. Volgende week donderdag hebben we een actie bedacht, dat de mensen hun steentje kunnen bijdragen aan ons mooie project. We zijn in principe onderweg om 15.000 euro bij elkaar te krijgen voor het gereedschap voor het project. En zoals je ziet, zit de bus is een muur. Ja, en mensen kunnen daar een steentje kopen en daar een boodschap in schrijven. Wat betalen ze voor zo'n steentje? Ja, minimale bedrag is 10 tientje. We hebben dus geschilderd, zoals Wibbel al zei. Interieur, laminaat gelegd zelf. de keukenblok, dat moet nog verder af. Maar ja, dat komt wel, want wij kunnen tot heel laat doorgaan en we kunnen heel hard werken, als het moet. De bus is er klaar voor. Hij is praktisch in orde, dus wij verwachten geen mankementen. Min Aing Hoes is een Gronings project voor dak- en thuislozen die geen huis meer kunnen krijgen. Bij dit project krijgen ze een laatste kans en een eigen huis. Ze moeten aan 3 voorwaarden voldoen. En dat is de huur op tijd betalen, geen overlast veroorzaken en ze moeten de deur altijd open doen voor begeleiding. Maar Min Aing Hoes doet meer. We zijn het idee gekomen dat als je 1 keer een woning hebt en je hebt een plek voor jezelf, dat je ook weer verder moet in het leven. En daarvanuit hebben we bedacht, we gaan ook kijken of we de jongens en meiden aan het werk kunnen helpen. Door een structurele opleiding te bieden en daarvanuit echt aan het werken met een betaalde baan. En daarom willen de Barrel Boys dus 15.000 euro bijeenbrengen met hun deelname aan de Barrel Challenge en de steentjesactie volgende week donderdag op het A-Kerkhof. Oog TV gaat Wubbo en Samuel tijdens de Barre Barrel Challenge volgen met regelmatige updates op de site en op radio en tv. De Barrel Challenge met dit jaar 25 deelnemende barrels start maandag 24 juli en Oog TV rijdt de eerste kilometers mee.